De marktverkopers in Nikkeri hebben ook zwaar te lijden onder de koopkrachtdaling. Evenals in Paramaribo zijn de verkopen in Nikkeri flink gedaald. Reporter Sifra Goudland was in Nikkeri en ging zondagmorgen vroeg op pad. Een beetje genieten van het dauwet van de zondagmarkt hier in Nikkeri. Wij hebben met visverkopers gesproken, met marktventers gesproken. Jammer genoeg heeft de waarnemend marktmeester, de heer Bel, deze ontdoken. Die is bang, hij is cameravrees. Want de marktmeester zelf die is in isolatie, dus die konden we jammer genoeg niet spreken. Maar wij hebben wel wat interessante interviews van mensen die onder de markt kopen en verkopen. Mevrouw Algo, hoe gaat het onder de markt zelf? De markt gaat slecht, hè? Waarom zegt u dat? Ja, er is geen verkoop. Dus als ik u goed begrijp, de koopkrachtversterking is zwaar gedaald? Jawel. Hoe denkt u dat dat komt, naast de economische situatie? Ja, door die dingen, COVID-situatie, hè, willen die mensen ook niet onder de markt komen. Mensen verkopen buiten, daar gaan die mensen meer kopen dan binnen, weet je. En zo is het de dingen. En we, hier is het echt geen dingen geld. Mensen hebben schoolspullen gekocht. En er is geen dingen geld meer over om mensen spullen te kopen om te eten nu. En dan hoe? Kuku zei zo'n smasab Nikkeri van Kuku district. Wat is er voor Kuku ego? De zin Nikkeri en dat gaat zo slecht. Ik heb weinig nodig, Kan Erika mijn vrede voorbij visie de Nwango echt in de Sakamoro? Ja, dat was het. Amoni no den en ik onder de moro. En fa ego, want sma ego uku ete fu kis visie dat mek de nekong of you can take it, no, ik kan ko bijna mi, want usap tak de kukif mi, want mishi tak de kukif de libi libi ete. Ya alibi kontranga ka bala sandiri ka banuno so mangno wangko monino de na kondrena daarom alibi no go so so very fast. De verkopers geven aan dat het leven heel moeilijk is geworden en dat mensen nu zelfs goed moeten nadenken om eten te kopen. De regering moet er iets aan doen, anders kunnen wij onze gezinnen niet meer onderhouden, zeggen de marktventers. Maar Sayurika kan veranderen zodat kan go morobun Sayurika sref. Evaman saka oli monika bada alasan kon bunka ba as dala musaka na oli saka da kabada alasan de bunka ba alibi go go moro fara tu eva presiden yere me kaman dua tu sani da unu de bunka ba. Ik zeg je eerlijk, deze regering is sinds gezeten is alles weer omhoog gegaan, niets is omlaag gekomen en dus daarmee zitten we, hè. Als die dingen zouden zakken, dan zou er iets echt anders kunnen zijn. Hè? Maar nu is alles weer omhoog gegaan. En mensen hebben dezelfde dingen. Ja. Was u ook genoodzaakt om uw prijzen aan te passen om te kunnen overleven? Kijk, wij hebben groenten. Wij moeten dat ding uitkomen verkopen. Als we niet kunnen verkopen, dan gaat het smelten en alles is. Wij worden voor dingen. Wij kunnen niet eruit halen dat geld, hè? Ja. Dan verlagen wij die prijzen, dan verkopen we. Zo gaat het. Kijk, die dingen. Ik had echt niet zoveel groente, maar toch moet ik eruit halen om dat geld binnen te komen. En daarom ben ik op zondag maar gekomen. Oké, okay, Nikkeri. Het is minder leuk geworden, want je weet, de COVID-maatregelen. Dan is het een beetje, hoe noem je het? Een beetje saai geworden. Nee, niet zo leuk meer als vroeger. Maar wat trok jou aan om te zeggen, toch moet ik wel een keer? De sfeer in het weekend. De markt was uitgebreider. En ze verkochten ook een paar lekkernijtjes op straat. Zoals barbecue en zo. En je kan nog een beetje lekker chillen hier. Ja. Ben je deze zondagochtend op de zondagmarkt komen kopen? Laat me dat vragen. Nou, we zijn hier voor het werk, dus we zijn hier om een beetje voedsel te kopen. Om wat te nuttigen en zo gaan we terug naar ons werk. De zondagmarkt was vrij rustig. De marktventers kunnen hun waar niet makkelijk kwijt. Een uitzondering daarop zijn de mensen die eten verkopen.